sevgili seyirciler. Rotterdam'ın Afrikaander mahallesinde çalışmalarını sürdüren DSB Derneği, Uluslararası Kadınlar Günü düzenledi. Sağlıklı beslenme konusunun ele alındığı etkinlikte moda gösterisi yanında Ebru sanatı tanıtıldı. Vandaag organiseert Vereniging DSB een internationale vrouwendagviering. En er is een hoop te beleven, want er is een modeshow. Vrouwen krijgen advies over voeding en we gaan marmeren. Gaan jullie mee? Vereniging DSB schonk dit jaar op bijzondere wijze aandacht aan Internationale Vrouwendag met de vrouwen uit Afrikaanderwijk. Het was de gelegenheid om vrouwen uit de buurt een voorproefje te geven van de aankomende activiteiten van de vereniging. Het belang van deze gezamenlijke viering is om de vrouwen te informeren over gezondheid en activiteiten buitenshuis aan te bieden. De opkomst was hoog en de verwachtingen van de vrouwen hoog gespannen. Vandaag werden de vrouwen bediend door mannen. Eerst kregen de aanwezigen introducties over de workshops die ze mochten gaan volgen. Bezoekers deden gretig mee aan de workshops. Wij zijn begonnen. Mijn moeder is in 2001 begonnen. Hier als eerste vrouw. De eerste workshop is kunst met marmering, oftewel ebruli. Ebruli is een oude kunstvorm uit de Ottomaanse tijd die in de volksmond beschreven wordt als schilderen op het water. Deze kunstvorm heeft ook een therapeutische werking op de beoefenaar. Ik vertelde natuurlijk eerst een stukje over dit kunstvorm, hoe je het maakt en wat de materialen zijn. En dan hebben ze nog niet echt een idee. Maar zodra ze het zien, is het eigenlijk, dan krijg je eigenlijk het wauw-effect. En de reacties zijn geweldig. En dan zien ze eigenlijk hoe bijzonder het is en hoe mooi. En hoe eigenlijk wel de kleurrijk ervan. Dat je dat zo kan bereiken uit een bak met water in principe. Het is heel leuk omdat het uniek is. En het is elke keer een verrassing. Alles wat je ziet is er maar eentje van. En dat kan je nooit namaken. De tweede workshop gaat over gezond eten. Want in Afrikaanderwijk is het gezondheidspeil laag, mede omdat het een van de armste buurten van de stad is. Bewoners ontberen vaak de juiste informatie. Het is heel belangrijk om gezond te eten en gezond te leven. En er is gebleken dat met name in Rotterdam de mensen over het algemeen erg ongezond leven. Ongezond eten, wat meer roken. Dus het is heel erg belangrijk om de mensen daarvan bewust te maken. De derde workshop werd gegeven door Dennis van Dorum van Mono Fashion, die een modeshow gaf van oud naar nieuw. In tijden van crisis is dit een goede manier om oude kleding weer nieuw leven in te blazen. Dennis van Dorum is zelf ook een kind van de Afrikaanderwijk. Ik heb spijkerbroeken verzameld hier in de buurt. De spijkerbroeken werden niet gebruikt. Familie, kennissen en buurtbewoners die hadden de broek niet meer nodig. En ik vond het eigenlijk zonde om die broeken allemaal weg te gooien. Dus ik dacht van, als ik dat gewoon verzamel en dan kijk ik wel wat ik ermee ga doen. Nou, totaal 65 spijkerbroeken heb ik verzameld. En daarmee heb ik een collectie gemaakt. En echt mensen de bus van laten maken van dat je met spijkerbroeken nog heel veel dingen mee kan doen. Ik was helemaal verbaasd eigenlijk. Ook de ouderen die zeiden van, wauw Dennis, als we dit hadden geweten met onze broeken, dan zouden we het echt inderdaad aan jou geven. Nou, wat wij willen bereiken met de workshops is dat er een vervolg komt. Vrouwen hadden hier vandaag ook de mogelijkheid om zich in te schrijven voor deze workshops. Want wij zijn van plan om ook over mode en over marmeren en voedingsadvies zijn wij van plan om verdere activiteiten mee te organiseren. En het was gewoon een mogelijkheid voor de vrouwen om zich ook in te schrijven voor deze cursussen. Nou, ik vond het hartstikke leuk. Nou, ik heb het echt lekker van genoten. Nou, ik had echt naar mijn zin. Hartstikke leuk. En wat vindt u het leukst? Alles, een modeshow en over de dieet en dan over van alles. Vond ik het hartstikke leuk. Wat is echt leuk, ja. En bent u van plan een workshop te volgen? Zo ja, welke? Ja, dat doe ik heel graag. Over dieet, over de overgewicht en dan wat je moet eten. Hoe je gezond moet eten, dat vind ik heel belangrijk. Ik vind het vandaag echt mooi, heel apart. Eigenlijk is de modeshow vind ik echt prachtig. Ik vond het heel erg leuk. Leerzaam ook. Vooral de introducties. Ik heb de workshops nog niet gezien. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Maar tot nu toe vind ik het erg leuk. Ja. En welke workshop zou je volgen?
Nou, ik vond dat met die kunsten vond ik wel heel erg interessant. Ja, heel erg grappig om te zien. Ja. De bezoekers deden gretig mee aan de workshops. Naast Vrouwen uit de Wijk was portefeuillehouder Participatie, Emancipatie en Gezondheid van deelgemeente Feyenoord, Marit van der Riet, ook aanwezig. Zij vindt dat Vrouwendag niet genoeg gevierd kan worden en vindt het aanbod van de workshops in het bijzonder plezierig, omdat het de vrouwen de kans geeft om zich te ontplooien. Mensen, maar ook vrouwen uit hun huis komen, dat ze naar elkaar toe gaan, dat ze met elkaar praten, dat ze met elkaar dingen doen. En daar heb je geld voor nodig, maar je hebt vooral ook mensen nodig die het willen doen. De workshops geven ook aan dat mensen zelf iets kunnen doen. En is dat een beetje gelukt, denkt u vandaag? Ja, dat is zeer zeker gelukt. We hadden een workshop en we hadden eigenlijk de meeste mensen bij onze workshop zitten. Dus dat is een goed teken. Heel veel mensen weten eigenlijk niet eens wat gezond eten is. Denken dat ze gezond eten en dat blijkt dan helemaal niet zo te zijn. We hadden trouwens een reactie ook van een van de mensen die bij ons zat. En die dronk helemaal geen water per dag. Helemaal niets. Terwijl eigenlijk geadviseerd wordt om 2 liter water per dag te drinken. Dus voor ons is dat echt heel vreemd dat mensen dat niet weten. Wat mij opviel toen de dames aan het praten waren over voeding, dacht ik, we hebben hier in de wijk zijn zo ontzettend veel vrouwen die zelf koken. Die alles vanaf gewoon het begin maken. En er wordt vet gegeten, er wordt veel deegwaren gegeten. Gezond leven bestaat uit gezond eten. Eet veel groente, fruit. Vermijd alle foute vetten. Vermijd alle light producten, daar zitten allemaal foute stoffen in. Aspartaam, alle E-nummers. En drink veel water. Ja, ik vind het een heel goed initiatief dat dit georganiseerd wordt voor de vrouwen. Ik zag ook trouwens ook aardig wat mannen in het publiek zitten. En we hadden eigenlijk verwacht dat het merendeel Turkse vrouwen waren. En dat is het ook, maar er waren ook aardig wat Nederlandse vrouwen aanwezig. En dat is wel heel erg leuk. Ik denk dat het een hele geslaagde dag is geweest. Bij de modeshow van Dennis moest ik ook heel erg denken aan toen ik zelf 18 was, had ik blouses, die had mijn moeder gemaakt. En die waren eigenlijk van de overhemden van mijn opa. Want mijn opa die was heel erg afgevallen. Dus die kon die blouse niet meer aan. Dus nou, dat waren nog gewoon hele goede lappen stof. Ik wil mensen ook met andere dingen bewust gaan maken. Van, voordat je iets weggooit, denk even goed over na. Dat je het zelf kan, bezuinigen met heel veel spullen. Bijvoorbeeld zo'n stoel die ik heb gemaakt. Ik heb een mooie kleurtje opgegeven en verspijkerd. En het ziet er hartstikke weer nieuw uit. Het geeft ook aan wat creativiteit met weinig geld kan doen. Dat creativiteit niet alleen maar een cursus is die heel veel geld hoeft te kosten. Maar dat je juist met de dingen die je al in huis hebt, dat je daar leuke, mooie en goede dingen mee kunt doen. De workshops zijn leuk, heel erg creatief, informatief ook. En het is echt leuk voor vrouwen dat je dit mag meemaken en dat ze dit organiseren voor vrouwen. En dat verdienen ze ook. En wij kunnen dit natuurlijk allemaal onze steentje bijdragen aan zo'n vrouwendag. En dat vind ik een mooi gebaar. Daar wil ik bij zijn. Wat vind je van dit soort bijeenkomsten? Leuk. En vooral voor de doelgroep. Zeker ook de vrouwen hier in de buurt. Ik kan me voorstellen dat heel veel vrouwen toch thuis zitten. En dan is dit wel echt een ideale uitweg om dan toch uit huis te gaan. Nieuwe mensen te ontmoeten. En over nieuwe dingen te leren. Ja, ik vind het een goed initiatief. Ja. Ik vind het hartstikke leuk en ook leerzaam. Sommige mensen weten niet van de Ebro-werk. Ik had het ook vandaag gezien. Ik vind het wel leuk. Ja, het was superleuk. Ja. Heb je, er waren ook workshops. Heb je meegedaan aan een workshop? Ja, Ebroli. Ja, dat was echt heel leuk. Je doet heel veel dingen en dan verwacht je niet iets anders helemaal. Dat was heel leuk. Wat jullie nog meer kunnen verwachten van Vereniging DSB, dat wij dus wat meer dingen gaan doen. En zo hebben vrouwen ook de mogelijkheid gekregen om te kijken wat wij in de toekomst eigenlijk willen doen. En alles wat hier vandaag aan bod is geweest, dus voedingsadvies, mode en Ebroli, dat willen wij zeker in de toekomst nog doen. Als afsluiting werd er gezond gegeten en bewogen. De vrouwen konden hun heupen bewegen op de ritme van de muziek van de vrouwelijke DJ Fusson.